Kun jij eens laten zien hoe je boos doet? En verdrietig? Kun je dat ook? En blij? Jee! Nou is veel meer dan een prachtig stuk speelgoed. Het is een robotonderzoeksplatform. En op dit moment zijn wetenschappers bezig uit te zoeken hoe dit robotje kan werken bij bijvoorbeeld autistische kinderen. Omdat ja, autistische kinderen ook in bijvoorbeeld therapie met mensen toch overdonderd kunnen worden, zich sociaal niet veilig voelen. Een robot kan juist daar een handje helpen. Want hij is kleiner en alles wat hij doet is iedere keer hetzelfde. Ja, je kan dat op een voorspelbare manier aanbieden, gestructureerde manier aanbieden. En ja, hij is in die zin, zijn robots is techniek. Voor kinderen met autisme vaak een wat veiligere manier om met dingen bezig te zijn. De feitelijke inzet van NAO bij autistische kinderen, dat gaat dus nog eventjes duren. Maar NAO heeft collega's, bijvoorbeeld robotzeehond Paro. En die werkt nu al in een woongroep voor demente bejaarden. Het maakt geluid en die ogen en dat daar reageert ze wel. Kijk, dan zie je, kijk, daar gaat ze toch weer tegen praten dan. En dan je ziet het, die interactie die is er gewoon heel duidelijk. Die emoties die je dan nog kan geven, dat vind ik gewoon, ja, dat is gewoon heel belangrijk voor ze. Ik hou zo ontzettend veel van haar. En weet je, dus alles wat haar gelukkig maakt, dat vind ik gewoon geweldig. En dit is mijn moeder, zoals ze is. En dat zie ik graag terug. Hella, ja? Je bent eigenlijk hard aan het werk, want dit heet officieel snoezelen. Dit is snoezelen, ja. En hoe belangrijk is het nou dat dit een robot is, dat hij reageert? Dat is heel belangrijk, want hij reageert op haar. Ze hebben dus één op één contact. Hij kijkt naar haar, hij luistert naar haar, hij beweegt, hij maakt geluid. Als zij even niks zegt, dan gaat hij al reageren. Dus hij wacht ook een beetje op haar, hij wacht ook een beetje op reactie. Maar is het nou met de zorg zo slecht gesteld dat wij onze demente bejaarden aan robots over moeten laten? Absoluut niet, daar ben ik ook geen voorstander van. Dit is een hulpmiddel om diep demente mensen toch te kunnen bereiken. En soms helpt dat niet door ze te knuffelen, veel lichamelijk contact te geven. En deze robot die kan dat wel. Op de een of andere manier bereikt hij soms iets wat wij net niet kunnen. Dus robots, ja, maar niet als vervanging van menselijke zorg, als extra. Als extra. Ik denk dat het een hele grote verrijking is. Zoals en ook als het veel geld kost. Ja, het is altijd natuurlijk een kost- en baten verhaal. Dat geldt denk ik voor alles in de zorg. Ik denk dat we op dit moment in een situatie zitten dat de kosten van robots drastisch aan het dalen zijn. Ze kunnen steeds meer, tegen steeds minder geld. Dus ik denk dat we hier in de komende jaren heel veel van kunnen gaan verwachten.